elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Alleen een wonder kan Eindhoven, maar een theoretisch wonder, nog in die na-competitie brengen in die play-offs. Het eerste schot is wel voor Eindhoven, Cecilia uit Curaçao. Althans, die nationaliteit heeft hij. Hij debuteert vanavond. Dat laat dus gelijk zien waartoe hij in staat is. Hier weer een mogelijkheid voor Eindhoven. En niet de minste die de kans krijgt. Kubangu uit België. Die er al 8 maakte dit seizoen. Maar hij stuit op doelman Joey Roggeveen. Die afgelopen maandag tegen Twente nog zo mooi zijn doel schoonhield. Dan dit moment. Heel raar. Essie Kal glijdt eigenlijk uit. En neemt dan in zijn val Reinders mee. Laten we nog maar eens kijken. Hier. Dat balletje wat gegeven wordt, dan glijdt hij uit. En dan zit daar de hand aan de enkel van Reinders. En krijgt het elftal van Nascimento een penalty te verwerken. En die wordt feilloos binnengeschoten door Michailik, de Tsjech, bij Jong AZ. En zo komt die ploeg dus op een 1-0 voorsprong. Dit is een overtreding. Van der Laan staat er vlakbij. Het is de tweede gele kaart voor Siebe van der Heijden, de Belgische verdediger in Eindhoven. In die slotfase dan ook nog eens met 10. Hier is Michailik. Swinkels laat los, maar heeft hem in tweede instantie toch te pakken. Swinkels die terugkeerde in de basis na een lange blessure. Kunst miste en AZ wint met 1-0.